ik zit lekker aan de koffie. Want ik had al een video gemaakt gisteren. Die wilde ik gisteravond nog online zetten, maar dat is niet gelukt. Ik heb hem zojuist online gezet, dus. En ik had mijn stoute schoenen aangetrokken. Ja, klinkt een beetje raar. De schoenen zijn toch niet stout? Nee, maar ik wel een beetje. Maar nee, er is niks aan de hand. Ik heb gewoon even wat inhaalwerk gedaan. Er is regelmatig aan mij gevraagd of ik nog eens naar die lijst wil kijken. Voor de perfecte schuurvoorraad. Hoe groot moet je schuur zijn ten opzichte van je level? En die lijst die moest ik weer bijwerken. Want er zijn inmiddels aardig wat artikelen bijgekomen. Producten. Daar hebben we ook een aantal nieuwe machines die ik erbij moest zetten. Dus ik heb die hele lijst opnieuw moeten aanvullen. Ik heb hem ook helemaal weer opnieuw moeten gaan bekijken qua berekeningen. Want er zaten toch wel een paar foutjes in dat ik dacht van, dat is een beetje vaag. Maar dat heeft te maken met de flexibiliteit waar we mee willen werken. Want je kunt nou eenmaal heel anders werken als dat je... nee, ik zeg het verkeerd. Je kunt nou eenmaal verschillende manieren spelen. Dus ik speel zo, jij speelt zo. Jij vindt dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Bijvoorbeeld aan voorraden, boten, trucorders, wat jij wil. Wat vind jij belangrijk, wat vind ik belangrijk? Daar zit natuurlijk een groot verschil in. Nou, om die flexibiliteit een beetje in de berekening mee te nemen, heb ik dus wel wat trucjes uitgehaald om daarnaar te kijken. Ook bijvoorbeeld Gijs en Saatje. Die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in het geheel. En dat ga ik je dan even laten zien. Ik zit op level 72 nu. Op level 72 heb je een behoorlijk aantal producten die je kan maken. Je hebt ook de nodige rommel die je nodig hebt voor je boerderij. Upgrade en al dat soort ongein. Maar we laten hem gewoon even zien. Dit is de lijst waar ik het over heb. Ik kan je helaas geen kopie geven. Gaat helaas niet werken. Hij is nog niet zo ver af dat ik dat wil doen. En ten tweede, het gaat waarschijnlijk ook sowieso niet lukken. Want ik denk niet dat jullie veel met een numbers file kunnen doen van Apple. Misschien zijn jullie een aantal Apple gebruikers. Maar het merendeel is Windows met Excel. En dan zou je moeten converteren naar spreadsheet van Google bijvoorbeeld. Maar goed, dan moet ik nog even bekijken of dat inderdaad kan in verband met berekeningen. Dit is eventjes sec gezien de speler. De heyday speler, daar ben ik. Level 72 zit ik op. Dus ik heb een level 72 boerderij. Mijn schuur is op het moment 1400. En mijn silo 1500. Het is gewoon nutteloze informatie, die silo. Want dat is niet zo belangrijk. We kijken namelijk niet naar de silo. Helemaal niet. De gewenste schuurgrootte die hier nu staat, dat is de gewenste schuurgrootte als ik de voorraden die ik graag zou willen aanhouden per product zou willen doorvoeren. Dus als ik de gewenste voorraad wil, dan moet ik eigenlijk bij die wens een schuurgrootte hebben van rond de 3600 ruimte. Ja, dat heb ik dus niet. Nou zien jullie bij mij ook nog 1280 staan. Nou, die 1280, dat is eigenlijk wat ik overhoud wanneer ik een vaste voorraad wil van deze producten. De 10 bijlen, de 10 zagen, de 20 dynamiet en dat soort dingen. Dat is dus variabel, hè? Nou staat er aan de andere kant ook nog een aantal. En dan denk je bij jezelf, wat is dat dan? Nou, dat is heel simpel. Als ik daar hier een nul maak, dan gaat hier de 10 erbij opgeteld worden. En dat betekent dat de schuur van 1280 naar 1290 gaat en dan berekent hij mee in de percentage wat je dan eigenlijk zou kunnen hebben volgens de berekeningen. En wat houdt het dan precies in? Nou, hier zie je de bel staan.
Ik wil er 10, maar gezien de schuurruimte kan ik maar dit percentage daarvan in de schuur hebben. Dus uiteindelijk maar 4. Wat houdt het nou in? Nou, het is heel simpel. Het is niet zo heel moeilijk hoor. Mijn schuur van, maak eventjes niet uit welke grootte je nu noemt. Maar mijn schuur van 1400, kun je eigenlijk zeggen, dat is 100%. 1400 is 100%. Maar mijn wens is hoger dan die schuur van 1400, want die is namelijk 3656. Dat betekent dus dat ik van elk item maar een percentage kan hebben. En dat percentage, dat berekent hij dan aan de hand van de totaal aantal producten die je kan maken in de schuur. En dan gaat hij daar een berekening op maken van per percentage. Dus hoe meer jij van een bepaald product wilt, des te hoger het percentage die hij daarvoor reserveert in je schuur. Maar dat heeft wel consequenties voor je andere artikelen in je schuur. Dus als we nou bijvoorbeeld even naar de, nou, pak even de bakkerij hier. Ik wil er 20 brood in hebben. Dat is mijn wens. Ik wil 20 voorraad brood. Dan berekent hij een percentage dat dat 0,56 is van de 100%. En dan daadwerkelijk heb jij echt ruimte voor 7 brood, zegt hij dan. Want dat is namelijk volgens jouw schuurgrootprincipe. Dus je hebt maar 1400 schuur. Dan kun jij alle producten kwijt, maar je kunt er geen 20 brood in kwijt, want daar heb je de ruimte niet voor. Ja, oké, kan wel. Tuurlijk kan dat. Als je zegt van, ik zet dit allemaal op 0, dan kun je misschien wel 20 brood kwijt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Alleen dit is nog een fictieve voorraad die ik wil. Ik heb hem nog niet nagekeken, dit is alleen maar een voorbeeld. Dus hoe meer voorraad jij van een bepaald artikel wil, des te meer gaat hij daarvoor berekenen. Maar let maar eens op wat er gebeurt met de voorraad van de andere artikelen als ik deze bijvoorbeeld op 100 zet. Kijk maar naar het brood of naar de andere. Misschien dat er niet meteen wat verandert hoor, want dat moet een behoorlijke berekening zijn. Maar daar komt-ie. 35 kan ik volgens dit principe op voorraad hebben. En je ziet al dat de percentage voor deze gingen al veranderen. Dus die werden al anders. Dus het kan zijn dat je hier meer van voorraad op krijgt. Maar dat betekent wel dat je op andere artikelen dus minder voorraad hebt. Dus dan gaat hij dat herberekenen. Dus jouw voorraadaandeel die je hier bijvoorbeeld hebt. Nou, dat kan wel. Maar dat heeft wel consequenties voor de anderen. Dat wordt steeds anders. Dus hier heb ik dan 29, maar goed, dan topt het ergens anders weer vanaf. Dan heb ik ergens anders weer minder voorraad. Want 1400, dat blijft het. Je kan namelijk niet boven die 1400 komen. Dus het is of rechtsom of linksom. Dus of 80 brood en dan misschien maar 20 suiker. Of je krijgt, hè, snap je wat ik bedoel? Dat is eigenlijk een beetje het principe. Nou zitten er nog een aantal trucjes in. Want we hebben namelijk, je ziet het al hier, ik heb geen voer berekend. Waarom niet? Omdat ik zaadje heb. Als ik zaadje heb, hoef ik geen voer in voorraad te hebben, dus die mag ik dan eraf halen. Heb ik wel zaadje? Ja, dat is dan heel spijtig. Heb ik geen zaadje, dan is dat heel spijtig, maar dan moet ik dit hier er wel even bij zetten. Dus dan kost mij dat wel, dat ik dan kippenvoer moet hebben. En hier zie je ook meteen die schuur stijgen. En die schuurstijging die heeft echt letterlijk met het brood te maken. Met dat brood en die andere twee die ik eventjes voor de fun aan het verhogen was. Want je letterlijke wens gaat omhoog. Dus als ik zeg van ja, ik wil in plaats van 20, 40 brood. Dan gaat dit natuurlijk met 20 omhoog. Dat aantal wat er staat. Dat is natuurlijk logisch. Waarom? Ja, jij wil die aantal dus, dan wil jij de gematchte schuur erbij. Dat niet gaat lukken, omdat jouw schuur maar 1400 is, ja, dat staat er even los van. Dit wil jij graag, die gewenste schuur. Daarom werk jij
keihard om al die materialen te verzamelen. Dus, maar goed, waar baseren we nou die gewenste schuurruimte op? Want dat is natuurlijk wel een issue. Nou, allereerst pakken we maar gewoon even de bakkerij. Ik denk dat brood, 20 brood in voorraad, is natuurlijk een beetje onzin. Want je kunt makkelijk brood maken, maar het is wel zo, heb je in een saladebar of in een andere bar wat brood nodig om producten te maken, dan gaat het wel hard. Dan ben je er zo 10 kwijt of 20. Dus de vraag is, is dan 20 genoeg of neem je genoegen met minder? En dat geldt voor al die producten. Ik denk maïsbrood, dat mag wel op 8 bijvoorbeeld. Dan hoef je er niet zoveel van te hebben. Tenzij je een boot wil vullen. Koekjes, die worden ook gebruikt voor een product. Die zetten we dan ook op 8 bijvoorbeeld. Frambozenmuffin? Ja, weet ik niet. Volgens mij niet. Als je een boot krijgt, dan moet je er 12 vullen waarschijnlijk. Dus, maar goed, die is makkelijk te maken. Of te kopen in de winkel, dus dan zou je kunnen zeggen van, dan zet ik naar 10. Nou, dan pak je de bramenmuffin. Hoef ik echt geen 85 natuurlijk, dat is onzin. Maar die zet ik wel even op 10. Pizza's, waarom heb ik die op 25 staan? Nou, dit is nog een getal wat aan frekkels gekoppeld was. Met een schuur van 10.000. Maar die pizza's, die maak je, die kun je heel snel maken. Kun je er zo 4 van maken als je moet in een uur. Nou, het duurt zelfs 12 minuten met een 3 sterren. Dus weet je, daar hoef je er echt geen 25 van te hebben. Ik denk dat, begin maar eens met 8. En dan doen we dat met die andere ook. Hier, aardappelbrood. Een stuk of 10. Frutti di mare, 8. Kun je ook peperkoekenmannetje. Die is lachen. Die wordt helemaal niet veel gevraagd. Maar nu eventjes ook niet weten hoeveel de boot vraagt hoor, van deze. Deze, 30, daar hoef ik echt geen, ik hoef echt geen 30 bananenbrood. Die dingen die zijn gemaakt in 25 minuten, dus daar hoef ik echt niet zoveel voor. Alleen, ik hoop dat er toch iemand kijkt en dan denkt bij zichzelf, waarom staat daar een 0? Ja, dit is niet zo belangrijk voor deze level, hè? Want ik heb geen bananenbrood. Nee, dus ik ben het wel aan het aanpassen, maar er gebeurt niks. Waarom niet? Hij staat op 0. Waarom? Omdat het level is 86. Ik heb dit product nog niet op level 72. Dus de berekening van de schuur houdt die rekening met welke producten jij allemaal kan hebben. Of tenminste kan maken. Hij kijkt dus niet naar bananenbrood en gaat dat meenemen in de berekening, want dat zou nergens op slaan, want die heb je helemaal niet. Jouw schuur, die wordt gebaseerd op hetgene wat je kan maken. Dus dat zijn alle producten boven, onder level 72 en level 72. Alles daarboven, dat telt hij niet mee. En dat zie je ook in de berekening. Dit staat allemaal op 0. Nou trouwens, dit staat niet op 0, maar dat komt omdat hier een andere berekening van toepassing is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij de knabbelmix, die doet nog mee, want die zit op level 64. Maar hier hebben we bijvoorbeeld wintergroenten, die doen nog mee. Maar deze bijvoorbeeld, gevulde paprika's, niet meer. Spiesje met vis. 8, zat. Kijk, die doen dus allemaal niet meer mee. Deze wel. En daar is nou precies waar het nou een beetje om gaat. Eieren met spek, die heb ik zelf laag gezet. Maar die kun je in de winkel kopen. Sommige dingen moet je gewoon kunnen kopen. Dat, hamburgers, zijn er 3 of 4 per krat? Zet hem op 12. Duurt lang om te maken, dus als je een boot treft. Maar goed, je kunt altijd 1 krat voor hulp vragen. 2 kratten zelfs. Als je het niet wil doen. Visburgers. 2 per krat, denk ik. Dus dan heb je er 8 nodig. Bij de wel denk je vanaf. Dus als je het veilig wil spelen, dan doe je 9. Geroosterde tomaten, dat zijn er een stuk of 4 per krat, denk ik. Dus als je 16 hebt, dan zat. Gepofte aardappel. Geen idee. Zit allemaal niet in mijn hoofd. Vis met friet. Er zijn ook 8 volgens mij.
Dus je zet wat 9. Deze zet wat 9. Knoflookbrood, dat is wat meer. Dat zijn er volgens mij 3 of 4. Niet meer zo in mijn geheugen zitten. Koekjes zijn er trouwens 3 per krat. Dus als ik even naar de bakkerij terug mag. Wat heb ik de bakkerij op de koekjes gezet? 8. Ja, dat zijn de 12. Die worden er gevraagd. Dus die zetten we dan iets hoger. Even kijken. En dan hebben we nog de frambozen raspberry mokka. Die kan dan later nog wel. Even kijken, waar waren we? Bruine suiker. Die hebben we hier even niet neergezet. Maar is even afhankelijk van Roos en Ernest. Dus dat kijken we even niet na. We hebben hier popcorn. Hoeveel willen we er? Er zijn veel per krat, hè? 15 of 16. Ja, helaas, pindakaas. Dat zijn echt dingen, daar kun je geen schuurgroot op baseren. Want dat is gewoon heel veel. En het beste is dan gewoon die te laten vullen door anderen. En dan als jij er 16 op voorraad hebt, dan kun je een heel eind komen. En dan kun je er ook nog een paar bij maken. De boterpopcorn zet ik op 8. Dat is helemaal niet interessant. Chili popcorn die kun je kopen. Dus die zet je lekker laag. Even kijken. Honingpopcorn. Ja, ik hoorde dat ik er zoveel kon opslaan. Maar ja, dat zijn de 5 per krat, hè? Die gaan hard, joh. Misschien nog lager als je laag level hebt. Maar goed, dat doe ik dan even 12. Chocoladepopcorn is ook lang om te maken. Knabbelmix, geen idee. Maar die is wel goed voor de verkoop trouwens, deze. Dus die kun je ook maken. Nou, die zul je misschien ook al wat tegengekomen zijn bij Boezekoe. Want ik heb daar de vrienden toegevoegd en daar staat de knabbelmix tussen. En die pak je voor 10 stuks voor 3.096 coins. Dus dat is een goede omzet maken. Oké, de pannenkoeken. Eieren met spek kun je kopen. 12. Gepofte aardappel. Die zetten we dan ook maar standaard op 12. Vis met friet. Dat is gewoon goed. Knoflook. Gegrilde ui. Die zet je dan bijvoorbeeld op dezelfde als de vis, de spiesje met kreeft. Dus dan zet je op 9. En dan die wintergroente op 10 misschien. Deze op 10. Ja, kan wel. Oké. Nou, dan zie je dus ook een tussenstand. We kunnen 15 producten maken met de barbecue inmiddels. En we hebben dus 150 als wens. Hier in de. Als wens, zeg maar. Hè? Dus zoveel zou ik er willen opslaan. Nou ja, hier hebben we de 300 zelfs. Maar ja, goed, dat zijn wel een beetje hoge aantallen hoor. Dus die kunnen echt wel naar beneden. Maar dit is allemaal nog gebaseerd op freckles. Nou, op deze manier kan ik dus de hele lijst doorlopen die we hebben. We hebben, ik geloof dat ik alle producten wel toegevoegd heb. De chocoladerol. En dat soort dingen. Die waren nieuw. Dit is niet meegenomen in de voorraad. Maar als jij voor landmateriaal gaat, dan kun je er wel voor kiezen om dat te doen. Dit ook is een lastige. De erts. De prijzen die erbij staan zijn trouwens de prijzen wanneer je de 10 verkoopt. Dus dan heb je een beetje een idee van wat het je opbrengt. Nou, hier heb je al die appelsap, kersensap, tomatensap. Dat kan ik allemaal wel halveren. Datzelfde geldt voor de ijsmaker. Dan hebben we de stad erbij. Daar heb ik voorraad voor gereserveerd. Maar eigenlijk ga je voor dat soort dingen, kies je, hè? Je kiest of je gaat een schuur vergroten, of je gaat de stad doen of je gaat het land doen. Ik denk, je kunt niet alles tegelijk met je schuur. Dus je moet een keus maken. Appelsham, nou, dat is natuurlijk belachelijke aantallen. Je hebt er echt geen 30 nodig. Als er al sham komt, dan zijn het er 12. Meestal met een boot. Dus als je die allemaal op 12 zet, dan denk ik dat je een heel eind komt. Sommige
heb je er maar 8 van nodig en sommige vragen er nog meer. Maar dan denk ik dat dit een goed aantal is. En dan heb je deze, ja, vanaf level 4, deze, die telt niet meer mee, 74, de marmelade. Snap je? Dus deze tellen mee voor de berekening. En je ziet ook dat het dus verandert, hè, percentage. Als ik dus een armband op 12 zet, dan zie je dat de percentages veranderen. Want de totaliteit van de aantal, dat verandert. En dit percentage wordt minder. Hij vraagt wat minder van zijn totale 100%. Dus dat gaat dan gecorrigeerd worden. Dat is zo mooi om te zien. Hetzelfde geldt voor deze. En dan de laatste, die telt dan niet meer mee. Want dat is dan niet meer interessant. Omdat die niet meedoet met level 72. Honingpers. Honingraad. Honing. Dat is een hele mooie streven. Maar ja, dat is natuurlijk niet haalbaar. Oké, maar goed. Dit is eventjes om aan te geven hoe het precies zit. Level is dit. Dit is het level wat ik dus aangeef van het product. Dat heb ik nodig om de berekening te maken. Ik heb hier even de tijden neergezet wanneer je dus 3 sterren op de machine hebt. En ik zet hier nog even de XP erbij wat je per product verdient aan XP. Is dat interessant? Nee, niet zo. Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Want dat gaat allemaal vanzelf. Dat hoef je niet in de gaten te houden. En zo hebben we dat allemaal voor alle producten gedaan. Dan kan ik je ook meteen verklappen hoeveel producten wij kunnen maken. In totaal 250. Wij kunnen dus 250 producten maken. Daarmee tel ik dus niet die omgein zoals bouten en ding. Die tel ik niet mee, zie je dat? De stad telt niet mee. Dus al die materialen die je dus zeg maar nodig hebt voor uitbreidingen, die tel ik niet mee. Wel de mijn, want je kunt de ads kun je wel weer gebruiken voor jouw goudstaven. Dat is dus een ingrediënt. Het is misschien niet om te eten, maar het helpt wel. En de taart over telt mee, je telt alles in principe mee. Het voer telt ook mee, want als je een zaadje niet hebt, zul je toch voer moeten maken. Anders kun je namelijk je beesten niet voeren. Dus dat heb je ook nodig. Alleen de schuur en de mijnmateriaal weer niet. En de boerderij en alles. Dus 250 producten kun je in totaal maken als je level 110 bent. Want het laatste product speel je dus vrij op level 110. Maar goed, dit is natuurlijk leuk. Maar stel, je hebt een andere schuurgrootte. Dan zal ik jou dat meteen laten zien wat er gebeurt als ik zeg, mijn schuur is 3500. En dan zie je natuurlijk verder niks veranderen. Ja, deze. Deze wordt natuurlijk, omdat dit hier staat, er wordt bijgewerkt. Deze verandert niet. Nee, waarom niet? Omdat dit nog steeds aantal is wat jij als wens hebt. En mijn wens is dus lager als mijn schuurgrootte. En wat zou dat nou betekenen voor de bakkerij en voor al die anderen? Wat zou dat nou betekenen als je dus even goed nadenkt? Nou, heel simpel. Jouw wens is mijn gedachte. Maar de aantallen zijn hoger dan wat jij oorspronkelijk hebt bedacht hier en daar. Dus ik kan met deze schuur 21 brood hebben. En ik zou er maar 20 nodig hebben, dus jouw schuur is groter dan wat jij minimaal nodig hebt aan producten. Wat jij als wens hebt, zeg maar. Ik kan je ook al één ding verklappen, dat gaat je nooit lukken. De wens die jij hebt, die zal nooit de schuur die je hebt overtreffen. Het zal altijd andersom zijn. De wens die je hebt, die zal altijd jouw schuur in heden overtreffen. Dus jij hebt altijd meer wens, zoals deze hier staat. Hè? Waarom klikt iedereen tot op? Deze die hier staat, die zal altijd hoger zijn dan je werkelijke schuurgrootte die hier staat. Nou, daar kun je alvast aan wennen, maar dat gaat echt niet anders worden. Want we hebben in heden te veel producten.
En een te hoge wens. Hoeveel producten hebben we dan op level 72? Nou, dat staat hier. 185 in totaal met alles. En 163 producten die we kunnen maken. Dus op level 72 kun je al 163 producten maken. Pakken we nou eventjes een level 40. En dat maakt even niet uit met de schuur, die laten we even staan. Dan kun je 87 producten maken. Maar in zijn totaliteit heb je 409 items die je in de schuur kan hebben. En wat is dat dan? Silo, boerderij items en dat soort dingen. Die moet je dan nog even meetellen. Die staan hier dus bij 87 zijn die eraf gehaald. Dan heb je echt alleen maar de voorraad van producten die je nodig hebt om dingen te maken. Dus alles wat met productiemachines te maken heeft. Ook je vis. En, maar niet je netten. Want die hebben dus een andere schuurgrootte. Dus die tellen dus niet mee. En je vis aas. Ik heb hem dus bijgewerkt. Ik ga kijken of ik een iets van een invulformulier kan maken waarbij je dus jijzelf de voorraad wil gaan aangeven, hoe je hem wilt hebben. En dat je dan daar een schuurgrootte aan kan koppelen, wat prettig werkt. Ja, dit is een beetje veel kletswerk en een beetje laten zien. Maar het is gewoon een grapje, het is een extra videootje die ik even wilde laten zien aan jullie. Ja. Zo wordt dus een berekening gemaakt. Wat een studie, hè? Op het... ja, het is het, de Heyday Academy, hè, laat maar zeggen. Is dat handig om te weten, die schuurgrootte en jouw boerderij? Ga je daar nou continu wat mee doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat je continu wat mee gaat doen. Maar het kan jou voor het gevoel wel een stukje helpen. Want ik heb hier bijvoorbeeld geen idee wat ik op voorraad moet hebben van alle producten. Ik loop de hele tijd vast. Als ik dus de gewenste aantallen die ik wil in die sheet ga zetten, dan heb ik sowieso een beeld bij het feit van, oké, dan moet mijn schuur dus zo groot zijn eigenlijk. Gaat dat werken? Nee, want die schuur is waarschijnlijk kleiner. Ik vind de schuur persoonlijk die ik hier heb vrij klein voor het level wat ik hier heb. Eigenlijk zou die hoger moeten zijn. Moet die dan echt die 3000 zijn zoals ik in de sheet liet zien? Nee, dat hoeft niet. Ik had nog, de aantallen waren nog vrij hoog. Dus je zag ook al dat hij naar beneden ging. Hè? Hij stond inmiddels al op 3200 aantal als wens. Heb ik weer ergens aangezeten? Ik zie nou in één keer 1500 staan. Heb ik zeker weer ergens aangezeten. 1500, dat kan niet. Even kijken hoor. Ctrl Z. Werkt dat? Dus weer. Ja, nou staat hij goed. Ik heb hem ergens veranderd waarschijnlijk. Maar hij staat op 3300 en hij was. Ik begon bij hoger, hè? Dus naar aanleiding van die aantal veranderingen ben ik dus al naar beneden gegaan met voorraden. En als ik denk dat doorwerk met alle producten, dan denk ik dat er nog wel 500-600 sowieso vanaf kan qua voorraad. Ja. Er kan nog wel een nachtvorsje overheen. Even kijken. De voorraad die ik nu aanhoud, hier, is gebaseerd op dat ik gewoon alles wil hebben, maar meer gebaseerd op de stad. En niet zozeer op boten en trucorders. Trucorders iets makkelijker, want trucorders die zijn natuurlijk over het algemeen goed te doen. Hè? Dan, het hoogste wat je dan kan doen is 3 of 4 of 2 en 1. Dus deze kan ik makkelijk doen. Ik bedoel, er is niet zoveel kwaad mee.
Waar leg je nou de nadruk op? Wil je heel veel geld verdienen? Dan moet je dit natuurlijk niet doen. Dan moet je het gewoon verkopen in de kraam. Maar wil je geld verdienen en een beetje levelen? Dan moet je natuurlijk die trucorders doen. Het is niet de perfecte hoeveelheid coins wat je ermee verdient. Maar je pakt natuurlijk wel meteen die XP. Dus vandaar. Als je dat niet wil, is prima. Dan kies je gewoon voor iets anders. Een boot, ja, die doe je af en toe wel. Waarom? Er komt ook wel eens een boot met een puzzelstukje. Ja, en die wil je toch wel eigenlijk doen. Want anders kom je er nooit aan, die puzzelstukjes voor al die dieren. Dus je zult dat wel eens moeten doen. Deze is eigenlijk ook niet zo vervelend. Want chili pepper kun je over het algemeen wel weer vinden in de kraam. Zo nu en dan. En deze, die kun je makkelijk maken. Nou, en als je er 8 hebt, dan kun je er makkelijk 4 missen. Dus dan heb ik ook zoiets van, dat gaan we gewoon doen. En die koekjes, ja, dat is natuurlijk een voorraadprobleempje. Want dat heb ik al gezegd, hè. Dan wil je er dus 12 van op voorraad hebben. Ik kan er natuurlijk een aantal gaan maken. Ik kan sowieso nog 1 krat vullen. Maar kan de rest ook om hulp vragen. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat jij aan andere producten doet. Ja, meer doe ik niet. Want ik heb natuurlijk nog wel chili peppers nodig om op het veld te leggen. En ik heb hier te veel koekjes. Als ik 3 ga doen, ben ik ze kwijt. Maar ja, ik was al een beetje aan het werk in de bakkerij. Dus ik heb het geluk dat ik al wat had gemaakt. Dus ik kan er nog wel 3 missen. En de rest kan ik voor hulp vragen. En aangezien ik hier de farmpas heb, red ik dat ook nog wel. Dus dat is die farmpas, is dan echt wel een aanrader. En dan heb je vaak anderen die wel jou helpen met een kratje pepers, chili peppers. En iemand heeft anders wel 3 van die pannenkoeken of koekjes of wat dan ook. Dus dan kom je er ook wel aan. Waarom heb ik het hier over? Jij wil die boten ook doen, want die geven jou wel een foutje. En die foutjes, die kun je sparen. En dan kun je tenminste je boerderij een beetje leuk inrichten. Met wat leuke decoraties. Dus ook dat wil je ze nu dan doen. Zoveel boten ga je toch niet doen. Want als er een boot komt die vraagt voor Shem, nou, dan zul je hem waarschijnlijk wel wegsturen. Althans, de neiging heb ik wel dat om vaak te doen. Kijk, ik heb dus van allerlei producten gemaakt. Flink bezig geweest. En ik ga het gewoon ook weer verder met maken. Kijk een beetje naar de gemiddelde voorraden van al die producten. Dat ik wel een beetje in balans blijf. Maar ik zal niet echt voorbij de 10 gaan. Want daar heb ik mijn schuurgrootte niet naar. Daarom heeft het ook niet zoveel zin om al die slotjes uit te gaan breiden. Want de ingrediënten die ik nodig heb, ja, daar stik ik echt niet in. Dus ik kan er toch geen 9 in zetten. Al zou ik dat willen. Dus het heeft helemaal geen zin om dat uit te gaan breiden. Dan moet ik daar wel rekening mee houden. Kijk, deze heb ik dan maar 1 van. Maar je ziet al wat ik nodig heb. Daar heb je het, hè. Die brood waar ik het over had. 20 brood is dan op zich niet zoveel. Maar ja, ik kan er maar 2 in zetten. Dus dat is perfect. Kost maar 4 brood. Als die machine nou 8 slotjes had gehad, dan wil je hem toch ook benutten. Dus ga je ze allemaal vullen. Hier heb je eieren nodig. Hier moet ik het dus zelf doen, hè. Ik heb hier geen zaadje. Hier kan ik bijvoorbeeld nog een hamburger erin zetten. Baked potatoes, prima. Fish and chips, prima. Lobster skewer kan ik maken. Nou, oké. Kan ik er 1 van maken. Gooi ik alvast wat honing en bijenwas erin. Ik kan nog hulp gebruiken. Dan ga ik meteen maar weer even naar het visgebied. Want ja, ik heb toch die kreeften nodig. En ook meteen die veren. Dat moet je wel bijhouden. Maar komt er nu een boot met veren, dan laat ik hem ook gewoon gaan. Of een boot met room, of een boot met kaas. Dat zijn eigenlijk de boten die ik ook meteen weer wegstuur. Echter, dat is misschien ook het geval. Soms kom je ook een boot tegen die een puzzelstukje heeft en die vraagt dan ook die
artikelen. En dat is best wel eens vervelend. Maar dan wil je dat toch eigenlijk wel. Nou, we zetten wat netten uit, zodat ik dan wat vis heb. Ik heb niet zoveel kreeften vallen. Oh ja, toch wel. Ik had ze nog in de machine staan. Even kijken. Dus we kunnen wel de velden volgooien, maar nou, dit gaat sneller als het maken van die vallen. Helaas. Nou, dit zijn er dan 6, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan pakken we nog een paar kreeftenvallen. Ik heb hier alle visplekken vrij, geloof ik. Ik denk het wel. Ja. Nou, dan kunnen we nog de laatste paar pakken. Dan heb ik er nog in ieder geval nog een ronde. Maar je ziet al, ja, die machine moet wel aan het werk. Want ik heb bijna geen vallen meer voor die kreeften. Waar ligt dus de focus op? Nou, dat had ik dus net ook al gezegd. De focus ligt bij mij puur op het vergroten van de schuur. De silo is oké. Okay. Silo kun je ook wel wat makkelijker mee stoeien. In die zin van, daar heb je best wel aardig wat gewassen die je tegenwoordig wat makkelijker in de krant kan kopen. De eerste drie, die kun je sowieso al makkelijk krijgen. De sojabenen, de wortels, de tarwe en de mais. Die kun je vrij makkelijk in de krant vinden. Ook de wortels tegenwoordig best veel. En zo nu dan ook sojabenen, wat je nodig hebt. En gek genoeg, die wortels ook voor de gewone inkoopprijs. Hè? Dus die vind je vaak voor 20 munten. Nou, moet je dan daar heel veel op voorraad hebben? Nee, niet echt. En anderzijds, die 10 voor 72, dat maakt dan ook niet zo heel veel uit. Dus ja, daar moet je een beetje mee gaan stoeien, mee gaan kijken. Moet je maar kijken. Ik kan mais kopen voor 1 coin. Nou, hallo. Moet je het dan zelf op het veld gooien? Hoeft niet per se. Je kunt het ook gewoon dan kopen in de winkel. Kun je iets anders, wat veel belangrijker is, op je velden gooien. Bijvoorbeeld tarwe. En ik ben aan het experimenteren met rijst. Of dat wat is. Rijst en een veelvoud van eieren. Dan kun je namelijk de wok dingen laten maken. Even kijken hoor. Dus 41, 43. Wat doen we dit? Nou, we gebruiken we 1 veld voor tarwe, 1 veld voor wat geroezemoes. Maar hier heb je bijvoorbeeld de wok kitchen. Nou, die maakt bijvoorbeeld dit, de fried rice. Gebakken rijst, is dat? Kijk, Engels. No, the Netherlands, please. Douze pois. Even kijken, dat is dus de gebakken rijst inderdaad. Maar dan heb ik dus eieren nodig. Nou, ik ben volgens mij best wel slim geweest om even wat voer te maken ook. Sowieso heb ik alweer voer voor de koeien. Dan kunnen die in ieder geval de melk er kwijt. Nou, hier moet ik handwerk leveren, jongens. Ik heb zaadje niet. Dus personeel kan ik hier gewoon niet betalen. Dat is te duur. Wat zit hij nou te knikkenbekken? Oh, hij heeft voer nodig. Ja. Maar dat kunnen ze wel moeten maken dus. Oh. Dat zijn weer punten, hè. Dat kost mij punten. Dat. Die ook tussendoor even doen. Oh. Die moet blijven draaien, jongens. Dat is een dramamachine, is dat. Oké, we gaan verder. Die hebben alles gehad. Schuur is vol. Oh ja, wanneer niet? Kan ik al? Nee. Dan kan die ook niet. Oké. Nou, weet je, er zijn 2 vakjes, dus zet hem maar gewoon lekker aan. Nou, dat kan wel even bezig zijn. Dit kan ik ook nog wel maken. Die kan ik anders nog wel verkopen. Hier heb je sushi. Nee, doen we niet. Even kijken. Moeten we toch iets zien te verkopen dan?
dat ik ruimte krijg. Ja, dat gaat hem niet worden. Deze trouwens ook niet. Die kan wel. Ik had net siroop gebruikt. Dus het is wel handig als ik weer wat siroop in de kraam zet. Dan doen we de rest dit en dit. Dan is dat weer in balans. Kan ik deze maken? Ja. Heb ik net verkocht. Dus zorgen we er ook weer voor dat we wat krijgen. We gaan meteen room ook weer maken. Want dat hebben we straks weer nodig. Deze doet ook niks. Pak even de blauwe variant. Ik heb al 8 truien. Ja, doe maar even. Kaarsenmaker. 9 stuks. Ik heb frambozen nodig. Doe maar even. Ja. Even deze. Ja, 1. Nou, 2 dan. De ijskoffiets. Even kijken. Sesamijs. Dat gaat best wel lekker met de verkoop. Maar dan een beetje lastig. Want het kost mij wel weer room. Zoals je ziet. Deze heb ik er 12 van. Dat is al veel. Dat hoeft niet. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Ik ga eerst even kijken naar de kippetjes. Want ik moet eerst even wat eieren verzamelen. Kijk, als je nou de kant in gaat en je kunt eieren vinden voor 50 coins, dan is dat ook geen probleem natuurlijk. Betaal je nou de hoofdprijs, ja, dan moet je eigenlijk niet te vaak doen. Want dat wil niet helpen voor je saldo. Dat blijft dan, dat stijgt dan gewoon echt minder hard. Dus dat is dan weer het gevaar, dat je gaat kopen en dan ga je maken. Ga je het kopen om te maken. Dat lijkt een beetje van, oh ja, het is in de aanbieding, laat ik het maar meenemen. Maar had je het normaal gekocht dan? Nee, dan ben je duurder uit. Dat snappen heel veel mensen vaak niet, maar dat is wel zo. Oh ja, het is in de aanbieding. Ja, op het moment dat je het nodig hebt en het is in de aanbieding, dan heb je geld bespaard. Maar ja, mensen gaan het kopen omdat het in de aanbieding is. Dat is geen geld besparen, dat is gewoon geld uitgeven. Want had je het anders gekocht? Nee, dan kost het je dus geld. Ja. Leuk hè? Dat zijn al die mindfuck trucjes. Maar dan op een andere manier zou ik zeggen. Ja. Dat is weer een telefoontje uit Sri Lanka. Want ze hangen beneden op. Dat zijn van die boefjes die bellen dan. En dan denken ze dat jij gaat terugbellen. Dat is een leuke. Dat doen we dus niet, hè? We doen gewoon het nummer verwijderen. Even kijken, wat gaan we hier doen? Ja, ik kan wat eieren kwijt. Ik had heel veel eieren op Freckles. Misschien heb ik er nog wel een paar. Kan ik die even wegkopen? Maar daar. Oh! Boten voor 1 coin. Dat is aardig. Dankjewel, hè. Ik geloof dat ik hem ergens anders voor had staan nog. Maar. Nou, dan heb ik een paar eieren erbij. Kost me wel de volle pond. Die rat die laat me gewoon de volle pond betalen daar. Dat is ook niet aardig. Even kijken. Kijk, dan kan ik dit doen. Daarom maak ik rijst. Rijst is makkelijk te maken. Hè? 3 kwartier. En je kunt ermee aan de slag. Die lijst had ik trouwens ook gemaakt om te kijken van waar verdienen we nou lekker wat geld mee. Zonder dat we daar al te veel moeite voor moeten doen. Nou zag ik in één keer de chocoladerol erop staan. En daar moet je best wel veel chocola hebben. En cacao dus. En nog iets. Room ook. Ik weet niet meer. Ik zal zo even kijken. Maar die krijg je dus 6.048 voor als je er 10 verkoopt. Ja, goed, het is van een halve dag bezig dan. Even kijken hoor. Wat kunnen we maken? Bijvoorbeeld hier in Boezekoe. Deze bijvoorbeeld, die levert dus 2000 coins op. Maar het kost je geen geld om de producten te maken. Je hoeft geen frambozen te plukken daarvoor. Of een voor kokosnootboom. Die missen we nog, kokosnoten. Het is leuk als je eronder loopt en dan eentje op je hersens krijgt. Nee, ik hoop dat we de mango en de kokosnoten nog eens een keertje gaan krijgen.
Ik vind een kokosnoot wel leuk. We hebben heel veel crops erbij, hè? Heel veel gewassen. Maar het wordt tijd voor een boom. Geldboom, dat is ook goed. Die hebben ze in Animal Crossing. Daar hebben ze een geldboom. Ja, dat vind ik hier in Heden ook wel leuk, een geldboom. Thuis ook. Ja. Op balkon wil ik best een geldplantje hebben. Ja. Even kijken. Level 268. Milkshake met pindakaas. What the heck? Zit het hierin of zo? Nee. Wacht even. Zit het hierin? Nou ja, dit is hem. Milkshake met pindakaas. Mm-hmm. Maar ja, dat kost je een pinda. Maar die kun je wel voor 6.192 verkopen, joh. Rattenplan. Als je dat een beetje goed doet, dan is dat best een leuke verdienste. Toch? Zo niet dan toch. Kijk, bam. Die gaan we gewoon doen. Die gaan we gewoon verkopen. Op die manier probeer ik natuurlijk ook een beetje centen naar binnen te halen. En ik maak expres geen reclame. Nou, jullie hebben niet zoveel zin in die VOK, zie ik al. Ik heb allemaal vrienden hier toegevoegd, maar het wordt niet echt veel gekocht. Jullie zijn natuurlijk ook slim. Dan gaan ze dat niet kopen, want het kost hun weer geld. Dan zullen ze wel denken, ja, we gaan hem niet spekken. Maar ja, dan moet ik helaas wel reclame maken. En dan ben ik het zo kwijt. Dan is het zo door die grote levels opgeslokt. Zullen we die doen? Ja, kunnen we nou eentje doen. Wel weer twee geitenkaas. Dat is een beetje veel, hè. Maar ja, moeten we dat maar weer op de planning zetten. Trolley, ja, dat doen we dan wel, hè. Dat doen we dan wel. Mijn hulpjes. Even kijken. Ik had al wat knoflook gedaan. Kan ik ook ruiken trouwens. Zit gewoon te kletsen. Even kijken. Ik ga zo denk pindasoep nemen. Het is een beetje laat om dat nog te nemen. Ja, caramba. Dat was even een leuke, hè. 6000 zoveel. Huppakee. Oh, hier. Deze doen we dan ook meteen. Die stond op 24.000, wat ik nog moest doen. En die staat inmiddels op nog 22.600. 21.600. Gaat gestaag. Dan kunnen we nog een paar bijen erbij hebben. Maya erbij. Oké, okay, dus dat hebben we ook gedaan. Deze is aan het wokken. Deze is aan het pastaren. Dus die is altijd lekker bezig. De paarden, kunnen die nog wat? Ja, niet echt veel, hè, cadeau. Staat je krenten. Oké, de kippetjes zijn bezig. Moet ik weer voer voor in de maken. Anders heb ik straks niet de eieren. Ook wat koeienvoer. Maar ik moet deze eigenlijk nog uitbreiden naar maximaal. Maar ik heb niet zoveel diamantjes. Nee, we zitten niet aan dit keer. Ik wacht wel even op die aanbieding van 1500, weet je wel. Ik hoef die. We hebben volgende week evenement. Oké. Maandag rommelmarkt. Nee. Nou, die vind ik geen bal aan. Sorry hoor. Dinsdag productiegebouw. Ligt een beetje aan wat. Woensdag bootevenement. Extra boosters. Nou, dat is allemaal een reetroesten, want we hebben toch geen opslag voor. Gewassenboost. Nou, dat wordt dan ook niet echt veel tarwe oosten. Dat is dan gewoon je hogere, je duurdere gewassen dan gewoon erop zetten en verkopen. Bootevenement extra puzzelstukjes op de vrijdag. Nou, dat is wel weer interessant. Maar die wil ik wel even pakken, die puzzelstukjes. Jammer dat het een vrijdag is. Nou, trucbestellingen. Die zijn ook leuk trouwens. Extra upgrade materiaal voor je schuur en silo. Schuur gebruiken, silo verkopen bijvoorbeeld. En dan zondag weer de stadsbezoekers, net zoals vandaag. Met dubbel XP en reputatiepunten. Geweldig, joh.
Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat je elke week min of meer evenementen, zit niet zoveel rek in, hè? Het is eigenlijk een beetje elke keer hetzelfde. Beetje jammer. Kijk, dat schiet lekker op, want we gaan richting de 3 ton. En dat is ook wat ik nodig heb. Oh, kijk eens aan. Ik heb hier nog wat ongein veel te veel van. Normaal gesproken, als je andere boerderijen niet hebt, dan kun je natuurlijk je silomateriaal, wat je niet wil gebruiken, kun je natuurlijk gewoon kun dumpen. Maar ja, ik ga het wel verkopen, maar aan mijn eigen boerderij. Alleen Freckles zit op het moment ook erg vol. Dus daar moet ik ook eventjes aan de slag. Maar die silo die kan redelijk snel verhoogd worden daar. Maar daarom zit ik ook zo vol met die dingen. Ja, deze bewaar ik eventjes voor trucorders. Want dan krijg je foutjes. Hè, die tegoedbonnen, kleurdingen. Ik kan daar wel 5 van verkopen. Zullen we wat te doen? Hier, 7. Ook weer wat. Even kijken. Deze 5. Die zijn makkelijk te maken, hè? 5 minuten, dan is het klaar. Is ook niet te zuipen, die koffie. Maar goed, dat maakt niet uit. Die kun je gerust aan de buurtjes geven, hè? Nou, deze duurt wat langer. Nou, ik vind het oké. Als er nog eentje binnenkomt wandelen, is het direct dus prima. Kijk, ik gooi meteen weer een room erin. Want die kom ik een beetje tekort. Ik had nog wat koeienvoer over. Dus kan ik de rest van de koeien ook doen. Hé, hey, dat levert me zelfs een pout op. Moet niet gekker worden. Ja. Tarwebundels, ja, daar kom ik bijna niet aan toe. Om die te maken hier op deze boerderij. Omdat ik continu voor die beesten bezig ben. En deze, die zit ook te zeiken vervoer. Heb ik al Cracksen bezocht? Ja, daar ben ik al geweest. Shoot. Dat is een beetje naaierij, hè? Soms dan heeft hij er nog wel eens voer in staan. Dat is dan wel mooi meegenomen, natuurlijk. Ik vind het zo lelijk dat dat beest staat te hongerlijden. Daar kan ik niet tegen. Ik ga even dat beest wat te voer geven, want dat schiet niet op. Beetje sneu. Dus ik hobbel eventjes naar mijn boerderij. Kiezen op dit apparaat in de cloud. Zo, de mythe erop met je vragen. Zit er in je cloud? Vervelend dat hij dat vraagt, die Apple. Ik zit hem niet in de cloud. Even kijken, 7-2. Had ik nog een berichtje? Van wie? Oh, iemand wil vriend met me worden. No. Even kijken. Hoe weet jij mijn nummer? Even kijken. Voor de varkentjes. Nou, zaadje kan dan beter werken op varkens. Dan hoef ik wat minder hard te werken op boerse koe. Dat is wel een goede deal, vind ik. Moet ik het alleen wel in voorraad hebben, maar dat is dan wel weer minder. Maar het kan beter zaadje op varkens laten werken, hè? Dat doet ze tenminste wat. Maar daar gaat ze automatisch weer voer maken. Dat scheelt wel. Zal ik ook meteen eventjes deze kopen? Ben we daar ook vanaf. En deze. Nou, doen we die ook maar. Voor 1 cent wil ik dat nog wel uitgeven. Wat wil je hebben? Nee. Not. Not is hot. Even kijken. Ja. Die doen we gewoon verkopen. Deze ook. Dat is weer 3000. Ik had dit gekocht, hè? Nou, doe ik er iets minder. 5. Is wat duur geweest dan. Ja, de rest vind ik oké.
En dan als ik kijk naar mijn voorraad, dan is die niet zo slecht. En hij is ook niet verkeerd. Kijk, ik heb niet overal van dit nodig, dus die verkoop ik er maar. En deze ook. Dus dat is een lekkere kaskraker. Want daar heb ik er dus bijna 100 van op die andere boerderij. Dat slaat gewoon echt nergens op. Markeer dus, die kom ik echt tekort. Maar deze is echt heel veel. Zijn we alweer 55 minuten bezig? Jammer. Nou, als je hem versneld afdraait, dan duurt het niet zo lang. Even kijken. Dan, ja. Vier ringen. Oh, die wil ik houden. Ja, oké. Okay. Misschien dat ik nog wat. Ja, hier ben ik zuinig mee, hè. Als we volgende week derby doen. En dat is een bloesem derby. Oh, dat wist je natuurlijk nog niet. Oh, heb ik iets verklapt? Nou, dat heb je dus niet gehoord. Maar ik heb het misschien ook fout. Ik weet het niet eens meer. Ik heb het vast fout. Ik ga niet kijken. Dan moet ik dus wel al die taken doen. Maar dan heb ik misschien niet. Ja. Oké, okay. Dit is trouwens wel een mooie aan XP. Maar. Ja, doe maar. Die pinda dingen ben ik toch aan het maken, of niet? Oh, die ga ik wel even maken. Kijk, huppakee, zetten we er weer in. 38 minuten. En dan heb ik er weer een paar. Huh? Het gaat snel. En op deze manier ben ik dus bezig. En maar goed, dan snap je het al. Zit ik echt op één boerderij. Even te focussen. Want ik wil deze naar 100 hebben. Nee, krijg je niet. Nope. 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 Ik praat trouwens sowieso degene met veel coins niet. Ik wil die met meer XP. Nou, het was allemaal niks. Dus die sla ik er maar even over. Even kijken. Hier heb ik vier slotjes extra in verband met die farmpas. Alleen, ik heb waarschijnlijk best wel veel. Ja, appels kan ik kopen. Deze wil ik eigenlijk doen. Dat kan ook wel. Maar ik heb even wat erts nodig. Als ik nou een beetje gouderts heb, dan is het goed. Heb ik er pas één? Ja, dat schiet niet op hoor. Als je echt wat wil hebben. Het is echt een drama dit. Nou, ik heb er wat, hè. De fraaie taart. Die is makkelijk te maken. Je moet alleen zorgen dat je roomtaart hebt. Maar goed, die heb ik dan wel. En frambozen heb je nodig. Ja, dat heb ik ook. Even kijken. Volgens mij gaan er nou wel een paar dood. Even kijken. Kan deze ook? Hoppakee. 1, 2, 6. Nou. Dan kan ik nog een fraaie taart maken. Dat was ik niet aan het klikken. Fraaie taart. Ja, dank u. Dus dat is vrij snel klaar. Niet om te verkopen, niet om te verkopen hoor, want dat is, het levert je niet zoveel op volgens mij. Wat is een fraaie taart tegenwoordig? Even kijken. Geen fraaie taart. 4500 maar. En een roomtaart, die levert op 21,96 per 10. Dus. Ja. Kun je beter roomtaart verkopen, want dan gaat het sneller. Even kijken, drie heb ik er. Dan heb ik citroen, die lemon curd heb ik daarvoor nodig. En die is niet zo leuk om te doen. Deze is ook leuk. En die levert ook veel op, chocoladetaart. Waar staat dat kring? Is dat in een andere machine? Oh, die staat in de kiezel natuurlijk. Chocoladetaart, die doet 5100 per 10. Oké. Dus als ik dan nog een beetje cacao heb, dan cacao, cacao.
Nou, dat is wel een goeie, Ruud. Ik zou zeggen, ga eens even wat cacao op de velden leggen. Wat is dit eigenlijk? Oh, die gaan dood. Ah. Nou, dat kan dan allemaal weer de oven in. In de verbranding. Is goed voor de CO2. Maar dan krijgen we het wel lekker warm. Ja, ook buiten. Even kijken, dan doen we hier. Deze. En dan gaan we wat cacao neerzetten. Want ja, als ik dan geld wil verdienen, moet ik wel investeren. Oh ja, dat is nadeel. Moet investeren. Shit, had ik niet aan gedacht. Dit kost ook geld. Ja, nou, dat is niet anders. Ik heb het nodig. Weet je wat? Ik zet één heel veld neer. Dus deze zet ik even hier. Die tellen niet mee. Die zijn al een cycli liggen die voor met groei. Die hebben al een jaring. Deze kan. Kan ik er nog één kwijt? Ja, doe maar. Wat nou? Nee. Ja. Ja, zo is goed. Oké, dan hebben we die neergelegd. Dat kost me natuurlijk wel een beetje investering. Maar ja, daar heb je natuurlijk ook wat. Ik zit er ook aan om deze dingen te kopen. Die zijn ook duur. Ja, is niet leuk, maar ja. 620 coins volgens mij voor zo'n olijfboom. Nou, toch? Zo niet dan toch. Misschien dat ik wat tarwe kan verkopen voor de volle prijs. Als ik dan 200 verkoop, heb ik een boom verdiend. Ja, zo kun je natuurlijk ook denken. En ik kan ook trouwens deze verkopen. Dat gaat nog harder. Kost je niks. Oké, nou, heb ik toch weer een gekleurd winkeltje. Ik ga lekker reclame maken voor de tarwe. En als ze dan binnenkomen, dan hebben ze zoiets van... Oh. Maak ze een foto, zet ze op Discord. En dat noemen we dan een RSS-knaller. Toch? Zoiets. Even kijken. Nou had ik voer. Heb ik nog dat beest niet eten gegeven. Beetje sneu is dat, hè? Best wel zin in een steak. Dat is lang geleden. Ik heb ooit eens een keer een steak gegeten bij een bioscoop in Antwerpen. Daar zit, als het er nog steeds zit, weet ik niet. Maar dat is de Kinopolis met 32 zalen of zo. 22, nee, 24. Nee, het waren er heel veel. Er komen meer dan 8000 man kunnen er in totaal in die bioscoop. En die is dan TRX gecertificeerd. Heel duur allemaal. Ik ben er al heel lang niet meer geweest, want ik ben er met een goede vriend. Ben ik er een paar keer geweest. En dan gingen we altijd met de auto naartoe. En dan keken we een film. Gingen we s'avonds eten. En dan keken we nog een film. En dan gingen we weer naar huis. En dat restaurantje wat er zit, dat is een of andere bar, steakhouse-achtig iets. Waar dan ook oude clips werden gedraaid met karaoke. Of dat nog steeds zo is, weet ik niet hoor. En daar hadden ze dus een aanbieding met een steak. Dat was die maand een steak aanbieding. Gewoon lekker zo'n steak wat je op de barbecue legt. En dan een beetje rood van binnen, weet je wel. Of niet. Oh man. Die zou ik best wel weer een keertje op mijn bord willen hebben liggen. Die was asociaal. Want je kreeg namelijk het dubbele. Een normale steak was 450 gram. En je kon dus ervoor kiezen om hem te verdubbelen. Hey, ik ga toch weer richting de 3 ton. Nou, ik heb dus de verdubbelaar ingezet. En die steek die lag dus half over die bord, man. Oh, geweldig. Dat was lekker. Ja, yep. Ik ben niet echt een echte... Ik ben wel een vleeseter, maar niet veel. Helemaal niet. Door de week valt het wel mee. Ik ben trouwens meer kipeter dan vleeseter. Maar toen at ik nog wel wat meer vlees, inderdaad. Maar ik heb ook zoiets van, als je uitgaat, dan moet je ook niet zo vervelend doen over alles wat maar mis kan gaan. Want dan hebben we helemaal geen leven meer.
Wat ik jammer vind is dat in de bioscoop word je dan ook geconfronteerd met alle ellende van de wereld. Nou, dat wil je dus juist niet, want daarvoor ga je naar de bioscoop. Om jezelf te vermaken. Soms moet dat, want je kunt niet de ellende van de wereld op je schouder dragen. Zo, dat werkt gewoon niet. Dank je wel voor het vullen van de kratjes. Hij dacht van, ik heb gekocht bij jou, dus ik beloon jou met het helpen van je kratjes. Dat bedoel ik maar. Dus ja, we gaan dus gewoon plezier hebben van alles als je dus eens een keertje weggaat. En dan gaan we thuis op tv en dan gaan we weer een keertje zeggen van oh wat erg, oh wat erg, oh wat erg. En dan zetten we hem uit. Oh, wat gaan we nu doen? Ja, zo werkt het wel, helaas. En trouwens, eens een ellende is anders een brood. Hè? Ik bedoel, Dela leeft er ook van. Maar dat was wel gaaf toen in die bioscoop. En die bioscopen zijn, die zalen zijn groot. Die zijn heel groot. Schermen zijn ook heel groot. En het geluid is magnifiek. Dus, en geen pauzes. Maar goed, dat is nu hier in Nederland natuurlijk ook niet. Met een Pathé. Maar goed, dat was heel veel jaren geleden nog anders. Want we hadden nog geen Pathé. Tenminste, niet zoveel Pathés. Nu zijn er best wel wat bijgekomen natuurlijk. Die pindakaaspot in Arnhem, zeg maar. Dat is een Pathé. Ja, kan wel maken, want die levert ook geld op. En deze, daar heb ik al 8 van. Deze wil ik ook hebben. Daar heb ik rode bieten voor nodig en de pompoen. Nou, weet je wat? Ik denk dat ik die eventjes bij een hulpvraag pak. Bij de Denktank. Even kijken. Ik denk dat ik die wel even hier pak. Even kijken, wat had ik nodig? Pompoenen. Die heb ik natuurlijk bijna niet. En rode biet. Rode bieten. Dan kan ik tenminste wat maken. Kijk, en voor 1 cent. Maar dat had hij nog. Dat moest nog, want ik had voor het andere volle pond gekocht. Dus hij heeft al genoeg aan mij verdiend. Dus ik vind het wel best zo. Kijk, kunnen we er een paar maken? Als we dan 5 hebben, dat is goed. Nou, 6, oké dan. Ja, kunnen we 6 maken. Nog een room erin. Hoppakee, we zijn lekker bezig. En dan kunnen we ondertussen de kippen ook weer doen. Met de ontdoen van de eieren. Plofkip. Huh? Ik heb nog wat tekort, dus ik moet wat bij hebben. Heb ik nog niet klaar? Oh, daar komt er eentje aan. Over 15 seconden. Er komt net tekort voor... Oh, die zijn nog niet klaar. Oh, jullie hebben nog even. Oké, nou dan wachten we wel hoor. Geen probleem. En deze is ook nog bezig. Ach ja, dat duurt een uur, Ruud. Het is wel even bezig, jongen. Ongeduld. Even kijken. Ja. Ja, zit ook weer vol. Alrighty. Daar heb ik er 10 van. 8, 2. Ja, dan doen we die. Even kijken. Dan deze leveren heel veel geld op. Pasta salade. Die doet het ook heel goed. Wat is dit voor ding? Dit is een saladebar. Pasta salade doet... Ik geloof iets van 7000. Maar... Volgens mij doet hij het heel goed. Pasta salade. ...7596... uit het team van kan verkopen. Serieus. Maar ja, ik heb die Listerine nodig, hè. Dus dat is dan weer het verhaal daarachter natuurlijk. En ook verse pasta. En citroenen. Maar ja, die kan ik wel plukken. Maar dat kost natuurlijk geld om te neer te zetten. Citroenen, hoeveel?
2. Hmm. Ja, dat valt op zich nog wel mee. Die ook even maken, want dan zit ik niet op de 0. En een schroef erbij. Kijk. Hebben we nog wat te koop? Ja, wel wat, maar dat is... Oké, dat was hem weer even voor vanavond. Dit was gewoon even een extra episode. Ik had even zin om nog wat te doen met dat schuurgedoe. Heb ik jullie dat ook uitgelegd. En een beetje gewerkt op Poezoekoe. Ja, ja. Leuk, hè? Ja. Fijn weekend verder. En een hele fijne Koningsdag. Ja, beperkt, maar dan toch maar wel een fijne dag. En veel plezier met het doen met je boerderij. Veel plezier hebben. En ja, morgen waarschijnlijk een filmpje. Maar het kan zijn dat ik die doorschuif naar dinsdag. Dus we gaan zien wat het gaat worden. Oh, we gaan trouwens de prijzen innen van de derby. Moet ik wachten? Nee, doen we niet. Ik denk dat die morgen wel gaat komen. Hey, fijne avond. Tot de volgende keer. En geen idee, later. Tschüss.